Dat weer, daar hebben we zo nog wel een mooi verhaaltje over. Maar dat moet een beetje aan het inhouden, want daar zit nog een mooie introductie aan vast. Ik zal, laat ik het eerst zelf even netjes voorstellen, tot daarvoor. Ik ben Marcel Bleekenaar, ik ben kunstenaar. En ik heb ondertussen 8 jaar geleden de Polderwachter verzonnen. En dat lijkt wel mooi, een beetje door het land wandelen en verhaaltjes vertellen. Ik vergelijk mezelf wel eens met mijn collega's, die landschapsschilders. Die gaan dan naar buiten, met een ezel en een doek, en dan gaan ze zitten en dan maken ze een schilderij van Hollandse landschap. Gras, voetje erin, een schaap of hier, maar een beetje Hollandse lucht erboven. Ja, kijk. En dat hangen ze dan in het museum. En lopen daarmee. Oh, kijk wat mooi, kijk, een mooi staaf, een mooie lucht. Ja, je ziet het iedere dag. Je hebt daar een kunstenaar voor nodig om het bijzonder te maken. En dan gaan mensen kunnen kijken. Dus ik heb het ook geprobeerd. Ik ben even op mijn doek en schilderen en de oude muur maken. Maar niemand zei, oh, hoor. Ik ben niet de beste schilder lopen, dus dat moet maar niet meer doen. Maar wat ik wel kan, is verhaaltjes vertellen. Ik zouden alle boeren over moeten naar die koe, want die hoort in het groene hart. Dat is verzonnen, dat is bedacht, maar het is wel leuk dat het kan. Ik moet je voorstellen dat ooit, toen wij mensen hier niet waren, toen liepen hier oerrunderen. Ik heb dus daar gezeten 1,5 jaar, we zaten daar met 30 natuurgidsen in spe. We kunnen in de provincie Utrecht 50 megawatt aan windturbines plaatsen. Dikke meter, ja. Let op, dames. Dikke meter. Hop. Wauw. Applaus. Daar ben ik ook blij om. Ja. Maar ik vind het ontzettend leuk dat dit initiatief zo geslaagd is. Want het is een sociaal evenement voor onze ZP-club. Ik ga proberen te veranderen van ZZP in ZP. Wat is het verschil? De laatste is een zelfstandige professional. En dat vind ik toch wel beter.